Verenigingen zijn moeilijk te vinden, maar hebben ook het probleem van wat moet je nou precies, wat moet je kunnen, waar moet je aan voldoen. En hebben gewoon een bijeenkomst georganiseerd. Het mooie is dat heel veel penningmeesters zijn ook ondernemers, dus dan pak je dat ook mee. En je kan dan direct reclame maken voor, in ons geval, Plein West. We proberen iedere maand een nieuw onderwerp te vinden. Het is over gezonde voeding gegaan al eens eerder, maar toen was nog Plein West er niet. Maar wel Mooi Best, dat is dan mijn eigen initiatief, wat nu een beetje op schat ligt, want nu is het Plein West. Alles gaat naar Plein West. Ik vind trouwens van alles valt op dat Martijn er nog redelijk goed uitziet. Die heb ik zo vaak gebeld en die ballen onder zijn ogen zijn alweer weggetrokken. Het doet hem toch goed dat hij weg is. Nou, dat is pas 2 dagen. Hij zag er altijd zo goed uit. Ja. Met alle input zijn wij blij, Tom, dat weet je. Maar organiseer je dan zo'n avond zelf of hoe doe je dat? Ja, die organiseer ik in principe zelf in mijn eigen ruimte. Dat geluk heb ik. We hebben ook onze bijeenkomsten en onze opleiding gehouden. Maar dat zijn een gekkigheidje van mezelf. Dat ik iedere maand wil ik zoiets organiseren, dat kost dan niks. En dan probeer ik dus een externe te krijgen voor het gesprek, voor de inhoud. En wat ik dan wel doe, is dat ik heel erg probeer te werven, dat die zaal wel vol zit met connecties van mij. Dus ik heb een enorme lijst van mensen die ik ondertussen al ken en die ik kan bereiken. Ja, de kunst is om iedere maand die zaal vol te hebben. Dus op die avond voor die penningmeesters, wie kwam er toen spreken bijvoorbeeld? Een accountant die ik gevraagd had. Dan heb jij een avondje voor me en je krijgt er niks voor. Ja, dat is goed. Maar die kwam er. Ja, en dus, dat was heel mooi. En dan een van de sprekers was dan de penningmeester van de grootste voetbalvereniging. Maar die werkte dan ook wel samen met hun. En die kon dan ook heel concreet al aangeven van zo ziet dat eruit. En hun hadden dan met name een probleem met de kantine. En DTW-problematiek. Nou, dat kon dan prima besproken. En hoe maak je dan de koppeling naar Plein West? Want daar heb je ook nog ideeën voor, hoe jullie dat willen gaan doen. De koppeling is met name proberen om uit te vinden waar de problemen zitten en dan ook via Plein West om daar oplossingen voor te vinden. En we maken natuurlijk ook reclame voor Plein West constant. Het is vanuit Plein West nu opgezet. Eigenlijk is het bestaand initiatief wat ik nu onder Plein West ga maken. Maar je vertelde, je zou ook nog in de toekomst, had je bedacht om dan een groep aan te maken voor al die penningmeesters? Ja, nou dat is nog niet echt lekker van de grond gekomen. Het was met name de bedoeling om bestuurders van verenigingen, om daar een aparte groep voor te maken. Want niet alleen de penningmeesters geldt het voor, maar dan puur van wat zijn nou problemen waar bestuurders mee te maken hebben. En kunnen we daarin, in zo'n groep op Plein West, kunnen we dan onderling discussiëren. Maar ik moet eerlijk toegeven dat dat nog niet echt lekker van het is. Maar het was pas eind april, hè, de lancering. Dus het is nog. Dat is weer een doel wat je nog. Helaas binnen anderhalve maand niet gelukt, maar er wordt aan gewerkt. Hey, en nog iets anders leuks wat ik voorbij zag komen: hoe jij aan verhalen komt. Ja. Vertel hoe je dat doet. Nou, ik had een keertje een avond gedacht van, ik heb weinig te doen. Dat gebeurt bijna nooit, ik ben iedere avond weg voor vrijwilligers werk. En toen dacht ik van, ik pak de fiets en ik ga even wat vrienden opzoeken. Gewoon kijken wie er thuis is. En ik rijd in een andere wijk, ik woon in het buitengebied, maar aan de andere kant van waar ik ging fietsen. En dat ligt wel op een positieve manier, maar dat ligt mekaar niet. Hè. En dat moet ik afgeven. Maar dan zag ik een chauffeur de boelen. En daar kwam ik heel gezellig en doen. En uiteindelijk heb ik daar mee gezeutboeld, maar er kwamen mensen langs fietsen en gedag zeggen en doen. En het is ongelooflijk gezellig geworden. En uiteindelijk is er toch iets geworden waarvan we zeggen, daar kan je wat mee, want die baan ligt daar. Er zijn, binnen Best zijn verschillende zeutboelbanen, er wordt weinig gebruik van gemaakt. En eigenlijk kan je daar dus veel meer mee als buurt verbinden, wat daar verbind je. Dus mijn idee is om te gaan kijken of we mensen kunnen vinden die eraan willen trekken. En dan niet voor heel Best, maar per baantje. Van die is ooit gekomen, was hartstikke leuk. Toen was er iemand die eraan trok. Die is er blijkbaar niet meer, want al die baantjes die liggen er een beetje stil bij. Maar per baan kan je dan gaan kijken, gaan zoeken en dan in verbinding leggen. Want het was gewoon een beest, gezellig avond. En ik heb hem gewoon ook, maar dat deed ik niet. Maar dat stond volgens mij in één stukje. Maar dat stond wel.
Maar het leuke is, die zien een leuke foto van die kwijtboelende mensen. Ja, heb je een, maar waar, het verhalen liggen eigenlijk voor het oprapen. Dat is wat ik je ook even mee wil laten zien. En Tom schrijft even een leuk stukje, mooie foto erbij. Hé, dat hebben we gedaan. Mensen die op Plein West komen, die zien dat en die denken, oh, zo simpel kan het dus eigenlijk zijn. En ik las ook nog weer reacties onder dat berichtje. Van, oh, ik heb jullie zien staan, was ik nou maar afgestapt? Dus het geeft ook weer draai van andere mensen om aan te sluiten, mee te gaan doen. En natuurlijk daar ook een verhaal over te schrijven. Oké, dankjewel.